seizoen 23. Een gelukkig nieuwjaar. Welkom, welkom in mijn atelier. Ik ben Miranda Meulenkamp en jij gaat enorm geïnspireerd raken door deze video. Want los schilderen, hoe doe je dat? Nou, daar maak ik dus een hele cursus over en die begint eind januari 2023. Dit jaar heb ik goede voornemens. Mijn goede voornemen is elke maand een Zoom. Samen schilderen. Gratis en voor niks. En jij kan gewoon meedoen. Ik heb op mijn website www.schilderenmetmiranda.nl een knopje gemaakt met Zoom schilderen. En daar kun je op klikken. En dan kun je onderaan de pagina kan jij je aanmelden. En dan doe je gewoon mee. Helemaal gratis. Superleuk. Wat gaan we in de Zooms doen? Dat is nog een verrassing, maar we gaan in ieder geval samen schilderen. En ik kreeg van de week een berichtje van, ja, ik word er wel ongemakkelijk van hoor op Zoom. Dat hoeft helemaal niet, want dan doe je gewoon je camera uit, je doet je geluid uit. En als je wat wil zeggen, dan chat je gewoon, je mag gewoon anoniem meedoen. En wat kom ik deze week vertellen? Nou, nog niet zo heel veel, want ik ben namelijk nog heel druk bezig met de opnames voor de nieuwe cursus die eind januari gaat beginnen. Dus ik heb niet zo heel veel tijd, maar ik dacht ik ga een klein beetje laten zien met wat ik nu aan het doen ben, hoe mijn atelier eruit ziet. En ik heb een cadeautje gekregen met kerst. Nou, dat wil ik even laten zien. Dit is dus mijn atelier tot nu toe. Ik heb hier van alles liggen. Ik ben hier bezig met art te schilderen. Ik heb hier wat planten liggen. En kijk deze. Dit bloemetje, die staat dus bij mij in de keuken. En daar was ik toch fantastisch lekker mee aan het schilderen. Eerst met lijnen, toen met de donkere achtergrond. Toen dacht ik van, ik ga witte achtergrond doen met licht en donker. Oh, hi Lily. En heb ik wat kleur toegevoegd. En daarna heb ik deze pas gemaakt. Dus hier had ik de vorm al een beetje onder de knie. En toen ben ik het met kleur gaan doen. Losse schilderen kun je ook heel goed doen als je gaat staan en je houdt je kwast aan het einde vast. Ja, afstand nemen helpt ook vaak om opnieuw naar je werk te kijken. Nou, inmiddels heb ik de vorm er al aardig op staan en ga ik nu met licht en donker aan het werk. En dat is mijn bosje bloemen dus. En Lily is er ook weer bij. Hallo lieverd. Hi. Hallo. Dat leuk, hè? 2023. Ja. Ja. Zo, een beetje ruimte maken op mijn bureau. En dan heb ik hier ook nog wat ingemaakt. Oh ja, kijk, deze heb ik ook nog gemaakt. En dan heb ik olie krijt er overheen gedaan. Ja, dat is ook zoiets. Ander materiaal gebruiken werkt ook vaak heel erg vernieuwend, verlossend, hoe zeg je dat? Dan laat je in ieder geval je belangrijkheid van wat je aan het doen was los. Je pakt een ander materiaal en dan doe je met een krijtje er gewoon heerlijk overheen krassen. En dan krijg je ook een beetje het los effect. Lily, dat is niet van jou.
Lily, niet doen. Nee, dat is niet van jou, gekkie. Wat heb ik verder nog gedaan? Ik kwam deze net nog tegen. Deze heb ik ook geschilderd. Lekker los. En ik kreeg een kerstcadeau. Ik was echt helemaal lyrisch van. Echt niet normaal. Een pakketje. Wat zit erin? Spannend. Oh, jawel. Helemaal hyperdepiep. Zo cool. Ik ga hem even verder uitpakken. Kom ik later terug. Niet normaal. Ik ben daar echt zo blij mee. Die had ik mij niet kunnen voorstellen. Ik wist niet dat het ding zo intens fantastisch was. Wat kan je op een iPad doen? But it was like too good to pass up, and I've always wanted a leather jacket, so there we go. Hang on, let's take his size as well, so he's also going to bother to borrow it, which I think is really cool. It looks really cool on it. Nou ja, het is best ingewikkeld. Ik snap er geen bal van, want ik heb er een uur over gedaan om die pin die erbij hoort aan de gang te krijgen. Blijkt dat je die op die iPad doet en dan laat hij hem op. Nou, daar heb ik allemaal geen verstand van. Dat komt gaandeweg wel. Ik heb mezelf een jaar gegeven. Want ja, een kwast in het echi of een kwast op de iPad. A good feeling. Not necessarily about the gear in and of itself, but just about how I'm feeling inside. How I am... Wat die is zo blij van. Nou, ik ben lekker aan het oefenen met de kleuren vinden. Vind ik echt super leuk om te doen. En ook, ik gebruik steeds dezelfde kwast. Die maak ik een beetje breder en kleiner. Nou, ik ben in ieder geval heerlijk bezig. Ik probeer het te laten lijken op mijn schilderij wat ik met acrylverf heb gemaakt. Een paar kerstjes erop, nog een takje erbij. Nou, ik was er toch heerlijk op aan het tekenen. Echt fantastisch leuk. En ook op de iPad probeer ik dus te hatsenflatsen. Hi. Hallo schat. Hi, kom je even kijken. Hallo. Kom je weer wat stelen? Hey. Dit was het weer voor vandaag. Doe toch eens normaal, Miranda. De eerste video van 2023 staat erop. Fink. En wil jij nou meedoen met de cursus losse schilderen? Dan kun je je even aanmelden, ook op de website www.schilderenmetmiranda.nl. Ik moet er zelf over nadenken. Daar staat een knopje schildercursussen en daar kun je je aanmelden voor de cursus. Dus kom vooral even op de website langs. En nog één klein dingetje. Vanaf nu komt de video op een andere dag. Ik weet nog niet precies welke dag, dus klik even op het belletje, zodat je melding krijgt als de eerstvolgende video weer geplaatst wordt. Of hou mijn Instagram even in de gaten. Art by Miranda Meulenkamp. Nou, was weer gezellig. Tot volgende keer. Doei doei!